tussenstop. Dat is de naam die we aan activerende arbeidszorg geven, omdat ja, de plaats die wij hier creëren voor de mensen die in de stage stappen, is eigenlijk echt een tussenstop tussen geen werk hebben of langdurig geen werk hebben en een job binnen de kringwinkel. Dus het unieke ook aan het project, dat we eigenlijk geen vrijblijvende stage aanbieden aan mensen, maar dat we echt eerst in groep en dan individueel aan de hand van stages die op een of andere plek binnen de kringwinkel gebeuren, echt op zoek gaan naar een job die bij de mensen past. Mijn stage is ja, de Bisschoppen of Laan bij de kringverhuur. Ik zat thuis, ik kon niks doen en zo. En nu heb ik echt zoiets van, nu heb ik het om handen en nu vind ik dat echt wel plezant om te komen doen. Dus we waren gestart met de derde groep en zo. Allee, heel de groep was eigenlijk direct heel sociaal naar elkaar toe en zo. Dus het was echt wel leuk om dan eraan te beginnen. Het is heel fijn te zien dat je met het nieuwe project gewoon tussen stukken in de kringwinkel juist kwetsbare doelgroep ook bereikt wordt en dat we aan die mensen toch de kans geven om hun eigen tempo echt richting maatwerk te gaan. Ik ben heel blij dat ik vanuit GPB aan het mogen geleiden. En ik ben heel blij om te horen dat ze nu gestart is met een vast contract bij de kringwinkel. Dus in januari ben ik hier begonnen bij de tussenstop. En sinds augustus heb ik hier een contract gekregen. Hier begeleiden, als je iets komt vragen, ja, direct antwoord, direct helpen, direct uitleggen. En ja, mijn vorig werk was dat echt allemaal niet. Ik heb hier veel meer zelfvertrouwen gekregen en ook veel minder onzekerheid voor iets te vragen, om iets te doen, om initiatief te nemen. De stage hier heeft ook een aantal andere dingen in gang gezet. Om betere fysiek, maar gewoon ook het feit dat mensen terug in contact komen met collega's, met hun werkomgeving. Zelf ook talenten ontdekken die ze eigenlijk ervoor niet wisten dat ze zelfs hebben. Dan wordt gewoon mensen sterker en ook letterlijk gelukkiger.